In deze video wortelvergelijkingen en algemene vormen. En ik begin hier met een wortelvergelijking. En je ziet aan de linkerkant van het gelijkteken de wortel van x staan. En je ziet nog iets, misschien dat je dat is opgevallen. Ik heb dus staan x min 5 links en ik heb staan x min 5 rechts. Nou, als x is 5 heb je dus aan de linkerkant en aan de rechterkant van het gelijkteken 0 staan. Dus x is 5 is een oplossing. En dan is het eventjes de vraag, wat moet je dan doen met de wortel van x en met x min 2? Nou, het is een algemene vorm. Het is handig als je het herkent. En de algemene vorm is dan a keer b is a keer c. En a is dan x min 5, b is dan de wortel van x en x min 2 is dan c. Nou, kan die algemene vorm kan ik vrij eenvoudig oplossen. Want dan breng ik a keer c naar de linkerkant. En dan heb je twee termen aan de linkerkant staan. En ze hebben allebei a gemeenschappelijk. Die haal ik eruit. Zodat ik als oplossing krijg a is 0 of b min c is 0. Oftewel b is c. Nou, dat kan ik dus ook doen met die wortelvergelijking. En als je zo'n wortelvergelijking hebt en je herkent dat het een algemene vorm is, dan kun je, dan heb je dus die eerste stap, je herkent die eerste stap, dan kun je die tweede en derde stap kun je overslaan. En dan kun je gelijk naar de vierde stap toe. Dat scheelt je veel tijd. En dat is wat ik doe met die wortelvergelijking. Dus ik krijg x min 5 is 0 en ik krijg de wortel van x is gelijk aan x min 2. Nou, ga ik hem oplossen. Dus je kunt nogmaals, je kunt ook stap 2 en 3 gebruiken en net doen alsof je de algemene vorm niet kent. Dan komt het ook wel goed. Maar ja, het scheelt je veel tijd. Dus x is 5 is een oplossing die voldoet. Dan ga ik links en rechts kwadrateren. Dus ik krijg in ieder geval de wortel van x in het kwadraat, dat is x. En ik krijg x min 2 in het kwadraat. Dat is dus eigenlijk x min 2 keer x min 2. Dus je krijgt x kwadraat min 4x plus 4. Dan breng ik die x aan de linkerkant. Breng ik van de linkerkant naar de rechterkant. Zodat ik rechts heb staan x kwadraat min 5x plus 4 is 0. Nou, product sommethode. X min 1, x min 4. En ik heb als oplossingen heb ik dan x is 1 of x is 4. En dan gaan we eventjes kijken, want als je gaat kwadrateren, dan kan het zo zijn dat er oplossingen bij komen. Dus je moet ze even controleren. Dus we gaan x is 1 controleren. En dat doe ik even aan de rechterkant. En dan ga ik hem even, gaan daar invullen, daar waar ik hem rood gemaakt heb. Dus je krijgt de wortel van 1. En dan krijg je aan de rechterkant 1 min 2. Nou, dit klopt natuurlijk niet. Dus x is 1 is een oplossing die niet voldoet. Dat zet ik er even neer. En x is 4 ga ik ook even controleren. Dus dan krijg ik de wortel van 4. En dan krijg ik aan de rechterkant 4 min 2. Nou, dat klopt. Dus x is 4 is een oplossing. Dat betekent dat mijn oplossingen zijn x is 5 en x is 4. Dan ga ik nog even naar de algemene vorm kijken. A keer b is a keer c. En dan ga ik even kijken naar deze die je hier nu ziet staan. En ja, dan kun je misschien afvragen van is dit wel eentje? Want je ziet dus eigenlijk dat a is dan x kwadraat min 9. B is dan de wortel van x. En wat is c dan? Nou, even een trucje. Komt-ie. Nou, dan is c 1. Dan gaan we deze oplossen zoals we net ook gedaan hebben. Dus dan krijg je x kwadraat min 9 is 0. En je krijgt de wortel van x is 1. Nou, x kwadraat is 9 en dan heb je x is 3 of x is min 3. Links en rechts kwadrateren, dus x is 1. Nou, gaan we kijken of ze kloppen. X is min 3 voldoet sowieso niet, want je kunt onder het wortelteken kun je natuurlijk niet een negatief getal hebben. Zowel hier als hier eigenlijk, hè. Dat kan natuurlijk niet. Dus die voldoet sowieso niet. En als je x is 3 controleert en x is 1,
dan zul je erachter komen dat die beide voldoen. Nou goed, de algemene vormen bij het oplossen van vergelijkingen, we hebben gezien, die hebben we nog niet gezien, maar die komt je natuurlijk bekend voor. Hè? A keer B is 0, dan is A 0 of B is 0. En die hebben we gezien. Nog eentje hebben we behandeld als de vorige. En nog eentje die je heel vaak tegenkomt. Nou. Gaan we naar de volgende bladzijde en dan gaan we even twee oefenen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ik zet hem even op pauze en ik ga het zelf proberen. Uiteindelijk moet je dit ook oefenen. En als je dat niet wilt, dan moet je even blijven kijken. We gaan algebraisch oplossen. Even beginnen bij A. Dus ik neem dat over en ik zie gelijk al, A keer B is A keer C. Maar dat is namelijk zo, x min 2 in het kwadraat, hè, tussen haakjes dan, dat is natuurlijk x min 2 keer x min 2. Dus ik heb een A, een B en een C. Met andere woorden, x min 2 is 0 of de wortel van x plus 10 is x min 2. Nou, x is 2 is dan een oplossing. En dat is ook een oplossing die voldoet. Dan gaan we naar de rechterkant kijken. Dus hier, we gaan links en rechts kwadrateren. Dus ik krijg x plus 10. En ik krijg die x min 2 in het kwadraat. Dus x min 2 keer x min 2. En dat is x kwadraat min 4x plus 4. X plus 10 breng ik naar de rechterkant. Dat vind ik wel zo makkelijk. Dan krijg ik min 5x en ik krijg min 6. Product sommethode lukt hier prima. En ik heb de oplossingen x is 6 en x is min 1. En natuurlijk ga ik even controleren of ze voldoen. Als ik x is 6 daar bij het pijltje ga substitueren, dus dan krijg ik de wortel van 16, dat is 4. En ik krijg hier 6 min 2, dat is ook 4, die voldoet. X is min 1, ga ik erin zetten. Dus dan krijg ik hier min 1 plus 10, dat is de wortel van 9, dat is 3. En dan krijg ik aan de rechterkant krijg ik min 3, dus die voldoet niet. En de oplossing is dus x is 2 of x is 6. Zet dat er even bij. Dat is lekker duidelijk voor je docent. De B-vraag, ook hier herken ik A keer B is A keer C. Ik vind dit altijd een leuke om op een toets te vragen. Want niet iedereen heeft in de gaten waarom dat is. En dit is een x-kwadraat min 1 is een merkwaardig product. Dat is namelijk x plus 1 maal x min 1. Ja, en dan zie je eigenlijk gelijk al dat je hier te maken hebt met A keer B is A keer C. Nou, dus x min 1 is 0 of de wortel van x plus 1 is x plus 1. X is 1 is een oplossing die voldoet. Links en rechts kwadrateren. 4x plus 1 naar de rechterkant, zodat ik krijg x kwadraat min 2x ja, is 0. Kan ik een x buiten haakjes halen. En dan vind ik x is 0 of x is 2. En die ga ik even controleren. Ik ga kijken of ze voldoen. Het blijkt zo te zijn dat x is 0 voldoet. Je mag het zelf ook even controleren. En x is 2 ga ik invullen. Dus dan krijg ik, dat doe je dus hier, x is 2. Dus dan krijg ik 2 min 1. En 4 keer 2 plus 1 is 9. De wortel daarvan is 3, vandaar die 3. En ik krijg 2 in het kwadraat, dat is 4 min 1. Ja, zeker, dat voldoet. Nou, zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.